Niet alleen krijgen we straks kaas- en stroopwafelpieten in de Goudse straten tijdens de nationale Sinterklaasintocht. Nee, ook de Sinterklaasliedjes veranderen. Want ja, iemand die zwart is knecht noemen, dat is natuurlijk je reinste racisme. En dus niet meer uit te leggen aan onze kindertjes. Kinderen, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Er is een hoop te doen om het Sinterklaasfeest. Hebben jullie wel meegekregen, denk ik. Het zou racistisch zijn. En dus gaan we eventjes wat Sinterklaasliedjes oefenen. Ja? Dus ik zou zeggen, begin maar met degene die je het beste kent. 1, 2, 3. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Ja, oma. Hebben jullie nou zelf in de gaten wat je doet? Ja. Ja. Je zingt knecht. Over Zwarte Piet. Is dat leuk? Is dat leuk? Ja, niet leuk. Die teksten die sluiten niet meer aan bij de belevingswereld van de kinderen van de 21ste eeuw. Wie bepaalt dat? Dat merkten we aan de kinderen. In de eerste plaats, een knecht is natuurlijk een ouderwets woord. Laten we eerlijk zijn. Vind je het een woord wat past bij deze tijd? Maar in het wielrennen heb je ook knecht. Ik heb op de redactie ook 7 knechtjes zitten. Echt waar? Oké. We kunnen er ook niks van. Nee, oké. Nou, dat is precies wat ik bedoel eigenlijk. Want er zijn geen incorrecte kinderen bij. Heel goed klinkt dit. Leer jij lekker je kind aan dat je hem bedreigt met lijfstraffen en dat hij, als hij niet liever in de zak mee moet naar Spanje, geen enkel probleem. Maar dan hoop Dennis dit, zeg. Nee, geen enkel probleem. Dat moet je gewoon doen. Maar wij bieden een alternatief voor mensen die dat niet meer willen. Oh, alleen ik zwart als roet, meen het wel goed. Dan zingen jullie dus nu, ook al ben ik zwart als roet, ik meen het wel goed. Hè? Maar weet je dan eigenlijk zelf al wat je zingt? Nee. Ja. Nee. Want eigenlijk wat je zingt is, alle zwarte mensen zijn per definitie slecht. Dat is eigenlijk wat je zingt. Want jij vindt toch niet alle zwarte mensen slecht? Nee. Nee. Waarom zing je het dan? Niet leuk, hè? Nee. Nee. En dan wordt het liedje dus als volgt, hè. Hij is hier voor jou en mij, kom er maar bij. Hij is er voor jou en mij. Kom er maar bij. In ieder geval is misschien dan voor u het goede nieuws dat ik mijn kinderen de videobanden ga laten zien van vroeger. Ja, dat vind ik uitstekend nieuws. Dat was de tijd toen we nog een goede Sinterklaas hadden en dat was de tijd dat we nog echte Zwarte Pieten hadden. Zo is het. Sarena, jij wilt het niet begrijpen geloof ik. Hè? Nou, dan kom jij even mee. Dan gaan we het jou even goed haven uitleggen. Zo. Blijf maar even zitten, wij zijn zo terug, Sarena en ik. Sinterklaasfeest is toch voor iedereen? Ja. Ja, toch? Niet alleen voor jou, toch? Het is niet alleen jouw feest, toch? Of wel? Nee. Nee. Het is het feest van? Iedereen. Van iedereen. Er zijn dus heel veel mensen die liggen in hun bed te huilen 's nachts als ze gaan slapen, hè? Omdat jij die liedjes zo zingt. Dat begrijp je toch wel? Ja. En dat is toch niet leuk? Nee. Zo gaan we toch niet met elkaar om in dit land? Toch? Nee, hè? Dus wat zeggen we dan tegen al die mensen die je gekwetst hebt? Sorry. Ik hoor je niet. Sorry. Ik hoor je niet. Sorry. Heel goed. En nou hobbelen. Wegwijs. Ja, en natuurlijk waren alle moeders hierbij betrokken, stonden achter de schermen. Want ja, we zijn toch allemaal hetzelfde en we zijn allemaal gelijk. Daar gaan we, jongens. Ogen open houden. Naar ogen. Ja, ogen open. 1, 2, 3. We are the world. Ja, maar nu lijkt je net Stevie Wonder. Zo. Je moet wel... Je moet je ogen open doen. Nog een keer. 1, 2, 3. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better place. So let's start giving.